Hey jongens, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag heb ik iets gebouwd. Ik heb op YouTube gekeken hoe dat moet en zo. En ja, ik heb eigenlijk de muziek van een bekende meme. Dat is een meme van een Lord of the Rings, wie dat dan niet kent. Dat zijn en zo, ja, een soort van tovenaars en zo. En ik heb die muziek daar vandaan. En dat is een manneke die altijd zo met zijn nuta zo zit. En ik heb daar de hele dag aan bezig gezeten. En kijk wat ik heb gebouwd. Wacht hè. Ja, de redstone is aangesloten. En we vandaag gaan we iets doen aan op Minecraft. Oké. Dus vandaag gaan we alles bekijken. Dit is geen map, ik heb dit allemaal zelf gebouwd. En dit is allemaal wat jullie kunnen zien. Wat ik allemaal heb gebouwd. En dit gaat een soort van rondleiding zijn. Want rond deze basis komt een nieuwe serie. Genaamd Legends of Building. Aflevering 1 is dit, denk ik, ja. En nu gaan we die tour doen. Dus je had de Nee, dat word je niet. De saxofoonmuziek. En nu hebben we iets heel speciaals. En dit ziet er gewoon een gate uit. Maar als je op een nacht zet, gaat de gate toe. En dan kan het er niet meer over. En overdag gaat die weer open. Dat komt allemaal door... wacht even, laat me de carpet even erbij pakken. Dus deze carpet. En hieronder zit een nachtsensor. En elke keer als het nacht wordt, gaat die toe voor de zombies. En hier in mijn gebouw zit er ook redelijk wat redstone. En mijn vuilbak. Was er mis met mijn Nederlands vandaag? Mijn vuilbak van trashcan. In het Engels. Ik gooi er gewoon al mijn dingetjes in. Zo van ja, niets zit in mijn hopper. Er zit allemaal ergens onder de grond in een kist. En ja, let niet op deze zwaarden. Die zijn allemaal speciale zwaarden. Dit zijn mijn peetjes. Die zijn niet met redstone. En hier beneden hebben we wel één ding met een redstone. Twee zelf. We hebben dit. Dus hier komt lava aan water. Zo. En hier hebben we ook nog iets. En hier zit een normaal. Hier zit niets. Hè. Je zou denken van ik ga even op stairs gaan. Zit daar iets speciaal? Ja, ook, daar zit wel iets speciaal. Maar nu hebben we hier op de zijkant een geheime torch, een roodsteentorch noemt die. Roodsteenfakkel. Maar ik noem het torch in het Engels. Hier zit al mijn ijzer, mijn hout, mijn diamanten, lapis, roodsteen, steenkool en allemaal random stuff. En daar is nog een andere geheime deur. Ik ga ook nog een tutorial doen op hoe dat je deze deuren kan maken. En dan opstairs heb je niet echt veel met redstone. Maar je hebt wel een secret plaats waar de al mijn materialen liggen. En die liggen allemaal hier. En als jullie zien, ik heb heel veel materialen. En nu gaan we iets testen. Een schaap. Versus normaal diamond soort. En dan versus allemaal deze speciale diamond soort. Ik heb zelf nog nooit deze diamond soort gehad. Dus laten we ze eens uittesten. Nou, laat ik even buiten gaan of in mijn boerderij hier. Dus een normaal diamond soort. Ik moet even heel snel 64 schapen en een survival halen. Nu krijg ik natuurlijk geen loot. En dat is het punt eigenlijk. Dus een survival, ik drop dat. Ik kill hem. Wacht een secondje. Survival makkelijk, normaal. Buiten van mobs. Dat mag ik wel. Dat moet ik wel. Dus ik krijg hoeveel? 1 rauw schapenvlees en 1 wol. En nu met deze speciale wapens. Ik kill hem.
Ik krijg 2 en 1 wol. En daarvoor heb ik nog een specialer wapen. En ik weet niet of dat het eerste is. Plundering, scherpte. Ik denk dat deze is. Dus als ik nu dat ding plaats met deze scherpte, krijgen we... Ah nee, het is deze nu. Yo, yo. Het is deze dan. Ja, deze is het. Die geeft er ook 2. En ja, 2 verbranden. En nu deze met de duurzame impact. Deze geeft ook weer 2. En 2, dus met sommige zwaarden krijg je meer loot dan van iets anders. Daarom heb ik al deze zwaarden. Nou, dat was een kleine video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Subscribe, druk op het belletje. En laat jullie weten op de volgende video. Next time. Oké. Share play.